Dag Annabel. Hallo. Jij werkt bij FM Brussel. FM Brussel is een onderdeel van de Vlaams-Brusselse media. Zou je een beetje kunnen uitleggen wat jullie allemaal doen? We doen veel momenteel. Ik persoonlijk ben freelance medewerker. Heb daar al veel programma's gepresenteerd, doe dat nu ook. Maar maak deel uit van een heel team medewerkers die het heel erg vindt dat er opeens beslist is, 3 dagen geleden, dat FM Brussel moet ophouden te bestaan. Echt gewoon opgedoekt wordt. En er zijn ontzettend veel argumenten geweest, maar die zijn constant aangepast geweest. Omdat er eigenlijk niet echt... Ik persoonlijk weet nu eigenlijk nog altijd niet echt waarom dat FM Brussel zou moeten stoppen. Ja, ik denk dat heel veel mensen hetzelfde gevoel hebben als jij. Kun je een beetje zeggen, wat doen jullie allemaal binnen de Vlaams-Brusselse media? De Vlaams-Brusselse media, dat is FM Brussel, dat is TV Brussel, dat is Brussel Deze Week de krant, dat is Agenda, het krantje, het magazine waarin je alle evenementen van Brussel in kunt vinden. En dat is brusselnieuws.be, dat ook nog eens alle nieuwsfeiten die wij vergaren, verzamelt en de wereld instuurt. Dat zijn al die media, die zijn gegroepeerd geweest eigenlijk op sterk aansturen van FM Brussel ook. De wens was er om met de andere partners die op dezelfde verdieping in Flagey-gebouw werken, om nauwer samen te werken. Dus die wens is er zeer zeker en dat gaan we sowieso verder doen. Maar dat is opgepikt geweest door mensen die boven ons zijn komen staan en die dat dan anders geïnterpreteerd hebben. En voilà, er is een zwaar misverstand waar wij heel hard tegen strijden. Ja, we hebben bij de Vlaams-Brusselse media een syndicale delegatie opgericht, zo'n 3 maanden geleden. Dan is het personeel zich beginnen kunnen organiseren. We hebben nu op heel korte tijd al heel wat meegemaakt. Hoe zie jij dat als freelancer? Want jij bent dan niet echt personeel. Ik vind het fantastisch. Ik bekijk de kant die ik persoonlijk heel intensief aan het meemaken ben. Dat is de kant van het publiek dat reageert. Ik vraag aan mensen, wat denk je ervan? De mensen drukken zich ineens uit en laten zien en maken zichtbaar hoe belangrijk FM Brussel wel geweest is in de voorbije jaren en nog altijd is nu. En dat dat dus in de toekomst een enorm gemis zou zijn. Mensen zeggen, ja, ik moet mijn keuken verbouwen, want mijn keuken, dat is FM Brussel. Daar staat de radio op, 's morgens, 's middags, 's avonds. Ik moet mijn lessen aanpassen voor anderstaligen, want wij luisteren naar FM Brussel. Dat is onze cursus Nederlands. Mensen die zeggen, ja, ik kan hier niet meer wonen in Brussel, want nu weet ik niet meer waar naartoe om uit te gaan. Ik heb zelfs iemand die mij gezegd heeft, ik ben getrouwd dankzij FM Brussel. Je kan het je niet voorstellen hoe gek FM Brussel eigenlijk aanwezig is in het persoonlijke leven van heel veel mensen. En ik ben zo blij dat die mensen zich laten zien, laten horen, schrijven. Ze zijn aanwezig. En dat sterkt dan weer al die kleine beetjes, sterkt weer de mensen die gaan moeten beslissen om de juiste beslissing te nemen. En ik reken daar heel hard op, dat ze de juiste beslissing nemen. Maar je voelt dus een sterke reactie vanuit de Brusselaars zelf, van de mensen die luisteren, lezen, die Vlaams-Brusselse media gebruiken. Er is ook een heel sterke reactie vanuit het personeel. Wat vind je daarvan? Maar die kant kan ik ook zien natuurlijk, want ik werk daar ook. En als ik daar kom nu, ik ben een beetje hoe moet je dat zeggen? Ik ben nogal in de strijd voor... Ik heb veel empathie en ik ben nogal een persoon die strijdt voor iedereen en ook voor kleinere groepen mensen die niet vertegenwoordigd worden. En ik dacht dat ik in de redactie opviel. En nu merk ik dat ik helemaal niet opval. Iedereen strijdt eigenlijk voor andere mensen. En dat vind ik heel schoon om te zien. Ik hoor de voltallige redacties, de verschillende redacties van de Vlaamse Brusselse media, hoor ik allemaal dingen zeggen waarvan ik denk, er is wijsheid, er is menselijkheid. En daar moeten we mee naar buiten komen, want dat is wat er te verdedigen valt. We moeten van iemand af, onze CEO die er nog maar 6 maanden is en die alleen maar geknoeid heeft, maar we moeten ook de mensen die ondertussen al geleden hebben. En dat is iets waar ik persoonlijk dan voor pleit, als freelancer. Mensen die ondertussen al geleden hebben, die eigenlijk al een beetje aan de deur staan, die al niet meer recht bij FM Brussel horen, die ga ik toch proberen van er terug bij te betrekken.
Annabel, ik ga nog een laatste ding tonen. Je hebt het misschien al gezien. Dat is het pamfletje dat we hebben opgemaakt. De syndicaal delegatie heeft samen met personeel een aantal eisen vastgelegd waar rond het protest wordt georganiseerd. Die eisen zijn overduidelijk. De CEO moet vertrekken. Er moet inspraak komen over wat de toekomst gaat brengen. En FM Brussel moet blijven bestaan. Dat zijn drie krachtige eisen. Nu, dat beslaat ook niet alles. Dat zijn de drie kernopdrachten, maar er is eigenlijk nog veel meer. Maar geloof je een beetje in de aanpak die dat er nu wordt gebruikt door het personeel? Absoluut. Het zegt echt alles over wat er moet gebeuren met de Vlaams-Brusselse media. Die moeten blijven bestaan en FM Brussel speelt daar een heel grote rol in. Dus voilà, dat vat het allemaal samen. En als dit kan lukken, dan gaat al de rest vanzelf ook in orde komen. Want wie heeft er tot nu toe in die voorbije 12 en meerdere jaren gezorgd dat we zo ver zouden staan met FM Brussel? Dat zijn de mensen van FM Brussel zelf. Dat zijn de mensen zelf. Dankjewel, Annabel.